heeft gewoon les vandaag op het Bartimeus in Zeist. Al kan ze zich niet echt concentreren. Ik wou net naar de wc lopen, net een paar minuten geleden. Ik kon nauwelijks meer op mijn benen staan bijna. En eten doe ik ook al nauwelijks. Wat is opbellen in het Duits? Terwijl we wachten op die belangrijke e-mail, oefent Kira nog even wat Duits. Kijk of je ze nou allemaal kent. Vorige week zong de 16-jarige nog voor een driekoppige jury. Wie de talentenjacht wint, krijgt een contract bij een artiestenbureau. De auditie leek goed te gaan. Maar goed, of Kira door mag gaan, blijft nog maar de vraag. Ze wil niets liever dan beroemd worden. Wie is jouw grote voorbeeld eigenlijk? Daar lachen jullie me allemaal uit wie mijn grote voorbeeld is. Maar ze heet Marianne Weber. Die maakt altijd heel andere muziek dan ik. Marianne Weber maakt altijd van die smartlap en ik vind dat altijd heel mooi. Hoor ik nou een piepje op je computer? Ja, ik heb hier wel een mailtje. Dag, Kira. Van harte proficiat. Jij bent uitgekozen om mee te doen met een van de halve finales van... Kira! Kira, goed joh. Maar ik was ervan overtuigd dat je door zou gaan. Dus ik had alvast een mooie roos voor je. Kira's droom is weer een stapje dichterbij.